Hey, kijk eens van mijn naam, Flavor Day. Welkom bij GTA 4. Ik ga gelijk even mijn game sound zacht zetten. Oh my god, denk wel ben je goed voorbereid. Zo. Welkom bij GTA 4. Ik ga een single player playthrough doen, want GTA 5 is uit, ik weet het. Dus dit zal waarschijnlijk heel erg outdated zijn, maar het is het enige wat ik kan uploaden om door te blijven uploaden. En de recordings zullen niet altijd zonder lag zijn. Dus het kan soms laggy worden. En dat is een beetje jammer. Maar toch, als jullie het van mij willen zien. Wat van mij willen zien. Dan kan je het hier nu zien. En ik ben hier met Roman in de auto. Ik ben Nico Bellic in deze game. En ik ben heel benieuwd wat de singleplayer nou precies is van GTA 4. Want ik heb er nooit echt in geïnteresseerd. En ik ben nu wel redelijk geïnteresseerd. En ik weet niet wat Roman altijd zit te zeggen. Maar whatever. En we moeten hier zijn. Zo. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. I wish I had a tent right now. Oké, en dit is dus denk ik. Dit is mijn huis. Ja, dit is mijn huis. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, what the fuck heeft hij vertrapt? Oh, that's not nice. Kakkelak? Cousin, it's so good to see you. Laten we dit maar skippen. Oké, we hebben hier dus ons huis nu gevestigd. Dit is dus onze safe house, dus hier kunnen we safe en alles. En ik kan nu niks doen. En ik moet nu een tutorial kijken. En ik heb er trouwens energy staan. Dus dat zal je me misschien horen drinken. Maar dat is even chill om te hebben tijdens het opnemen. So yeah. Even kijken, R staat voor Roman. Ja, ik weet wel een beetje hoe GTA in elkaar zit. Even kijken. 7, ja, doe maar. Boeien. Oké. Go see Roman. Oké. Oh, wacht. Oh, meestal staat die deur dicht en dan lag ik helemaal kapot. Dat heeft iedereen behalve tenzij een beest van een PC heb. Maar iedereen lagt daar altijd. Volgens mij ook consoles. Oké, hier kunnen we dus een hotdog halen. En daar kunnen we dus lekker healen. En nu moeten wij dus Roman gaan zien. Alleen we hebben geen auto. Laten we gewoon deze zwarte pakken. Ik vind trouwens de auto in GTA 5 veel mooier dan op GTA 4. En hier zitten ook meerdere passagiers in. Fucking grappig. Die blijven er altijd in zitten. Maar wij moeten dus Roman gaan zien. Ik weet dat hij hier in de buurt zit. Ik heb wel een beetje de playthrough gedaan. Maar dat was echt een heel klein beetje. En toen... Dat was alleen maar zodat ik mijn mobiel zou krijgen, zodat ik multiplayer games kon starten. En ga er fucking uit. Hier, je stapt eens uit. Doei. We waren volgens mij twee dezelfde mensen, maar maakt niet uit. Fucking droog, toch? Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you. Screw you. Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Shit. Jesus, Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, miss. Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad. Great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What can I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with a funny sense of humor. Ho, I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet. Pounds. Ah. Oh,
all good. Great. Yeah, fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Trouwens, voor de mensen die niet geïnteresseerd zijn in de cutscenes, die kunnen gewoon even kijken in de video of ze hem kunnen overslaan. We moeten even naar die store. Ik ga daar even een waypoint neerzetten. Dat is altijd handig. Want ik heb heel veel... Oh, wacht. Hij doet het automatisch. Oké, okay, nou hebben we een geel-groene lijn. Hé, hey, dat is altijd goed, toch? Dacht ik zo. Oh god, oh god. Aan de kant. Het is een beetje jammer dat Roman's car, die is echt ongelooflijk langzaam. En ik heb echt al gereden in van die supersnelle auto's. En dit is dan wel heel even anders. Maar ja. Oh, we moesten naar rechts. Oeps. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never or what no. Wow. Oké. Okay. Ik ben echt de beste chauffeur ooit. Ik snap echt niet waarom Roman mij laat rijden. De janitor, sure. Oh, dat. Oh, misschien kan ik even. Eventjes kijken hoor. Display misschien. Ik moet even kijken. Controls. Nee, dat zal waarschijnlijk. Stats. Nee. Voice chat. Nee, dat is allemaal. Ik probeer even te kijken. Van of ik de ondertiteling in Nederlands kan zetten. Ah, dat doe ik wel een keer zonder recording. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Call me if some. Dus we krijgen een oud mobieltje. Je weet ik nog. Maar dat is echt een prutmobieltje. In GTA 5. Ik heb heel veel al gezien van GTA 5. Deze serie zal ik heel veel over GTA 5 hebben. Maar daar is het allemaal heel erg verbeterd en zo. En veel makkelijker. We moeten dus even wachten. En we kunnen hier met pijltjes kunnen we mijn telefoon bedienen. En enter en backspace. Dat weet ik wel. Dat had ik zelf gewoon uitgeprobeerd. Want ik moet heel vaak hier... Oh. Mouse to look around, ja. Maar heel vaak moet ik dan met enter en dan multiplayer en dan kan ik een multiplayer game starten. Dus ja. We moeten nu dus even wachten op Roman. En ik drink ondertussen gewoon tijdens deze recording mijn energy op. Oh. En dan komt Roman bellen. It's so quiet out here, Roman. You winning? Molin Terezida. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Trouwens, elke keer als de tekst grijs is in de ondertiteling, dan valt me op dat ze Russisch praten. Dat is ook wel iets grappigs, vind ik. Ik vind dat wel echt een leuke toevoeging aan de game. Gewoon Europeaans, Russisch, dat. Ik stuur nu ook gewoon zo, YOLO. Oh. We moeten dus wachten op een Roman en die is nu fucking lang. Oh. Oké, die komen voor Roman. Phonebook, Roman, calling. Moeten we heel snel doen. Anders hebben we een probleem. Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. Alright, I'm coming. Oké, hij komt. Hij komt via de achterkant van de store. Hartstikke handig natuurlijk. Oké, ze zijn er. Oh, we moeten hem kwijtraken zeker. Of... Oh kak. Oh kak. We moeten snel naar huis. We moeten snel naar Roman. De cap depot. Snel gas geven. En even vliegen. Oh. Ja, space to handbrake. Dat weet ik. Ik rij heel veel auto. Alleen ik ben nog steeds echt super slecht. Okay. You're new. You don't understand the way things work. Oh yeah. We are at the bottom of the ladder, man. These guys push us around, but they are not. Oh fuck.